zijn onderweg naar een van de meest bekende, winnende, rijder. Gaat niet goed, stop. Leuk dat je kijkt naar het tuigpaardvlog. Ja, superleuk. En het wordt denk ik ook een superleuke dag. Want we gaan naar een rijder die met tuigpaarden rijdt, Friese en Hackney's. En die de meeste kampioenstitels op zijn naam heeft. Wij zijn heel benieuwd hoe het bij hem thuis gaat. En we gaan naar Lambertus Hukriede. Nou, we zijn aangekomen bij Lambertus Hukriede. Ja, kun je wat vertellen, Lambertus, over jezelf? Ja, ik ben pas 50 gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik zit mijn leven lang in de paarden eigenlijk. Van huis uit al. Mijn vader had hier in Enschede vroeger een stalhouderij met 16 paarden. Maar die overleed al heel jong. Ik was 54 en ik was 12. En toen ging ik met mensen als Kolenaar, die hadden toen paarden altijd mee voor de hobby en als groom. En toen ik 19 was, heb ik mijn rijbewijs gehaald. En toen ben ik naar Appie Mechelenbrink ingegaan. En die heeft me echt op de kaart gezet. Die gaf me de kans om een paard te rijden. En dan won ik toen direct de nieuwelingklasse mee, dus ik was eigenlijk in één klap bekend. En het is eigenlijk niet veranderd, want eigenlijk maar winnen, winnen, winnen. En daar hou ik ook van. Dus en, veel opgestoken bij andere mensen. Lambert Vinken, Albert van Dijk, Chef Jansen, Mark Beurstof. Elke keer weer bijleren, nou weer bij Bart Exel. Okay. Ja, je bent nooit zo oud om te leren, denk ik. En als je denkt dat je er bent, ben je er net niet. Een toptrainer, als die geen les meer neemt, dan is het einde van de toptrainer, dat denk ik. Okay. Dus okay. Nou, zo denk ik erover een beetje, ja. Dames. Ja. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Ja. Is het uit al? Nee. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. En ja, ik vind het een heel goed initiatief. En hou het vol, dames. Ja, mooi. Gaan we doen. Gaan we doen. Goed zo, top. Dames, hier staan de toppaden. De toppers en de floppers. Want die hebben ook veel floppers natuurlijk. Bekers die we gewonnen hebben, Linden. In huis, dat zullen we straks wel laten zien. Hebben we ook al veel hangen. Van de Hackney hier. Anneke's afdeling. Hier kan ze optuigen en aftuigen. Dan gaan we lopen naar de andere kant. Dat is mijn afdeling. Hier staan de tuigers. Wasplaatsje, optuigplaatsje. Ja. Van alles wat. Dit is jouw trainingsbakje? Ja, dit is mijn trainingsbakje. Loopt nou een merkje in, want we hebben standen allemaal vol. Dus je moet gedekt worden, een kleine merkje. En hier trainen we in de winter meestal in, logeren en jonge paarden voor het eerst tuig op, voor de sleep. Maar wij zijn eigenlijk wel veel aanspannen, die paarden. Dus je moet zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijven. Maar concours moet ook voor de wagen gebeuren, dus dan gaan wij alleen maar voor de wagen rijden. Lambertus, wat vind je nou het allermooiste rijden? Met een Hackney, een tuigpaard of een Fries? Ik heb er geen verschil. Als je er meer kunt winnen, dan is het altijd mooi. Dus het maakt mij niet uit. Een hele goede Frieslip is mooi, een hele goede Hackney ook en een goed tuigpaard ook. Dus okay. Als ze maar kunnen winnen, daar gaan we het voor. Om. Ja.
Nou, we zitten nu bij Lambertus op de wagen. En we hebben het paard Hubert ingespannen. Lambertus, kan je iets vertellen over Hubert? Ja, Hubert kwam uit 3-jarige bij me. Ik moest hem voorrijden voor de gebroeders van Manen in Ermelo voor het verrichtingonderzoek. Dat hij aangewezen was, zou worden. Toen werd hij niet aangewezen. Toen was hij eigenlijk ook nog te jong. Toen was hij nog te slap. En de Manen wou verkopen. En toen heb ik het paard van Jan gekocht. En ermee aan de gang gegaan. En toen kwam Jaap van der Meulen bij ons. Voor iets anders. En die vroeg mij, heb je nog wat apart lambellen? Dus ik zeg, ik heb denk ik een heel apart thuispaard. En dat was Hubert. Door is meer gereden, gewonnen. Ben ik hem gewonnen. En ja, hij is eigenlijk alleen maar blijven winnen. Vorig jaar is hij, had hij eigenlijk nog maar 40 punten. Liep hij in een kleine limiet. Maar om hem goed gekeurd te krijgen, moest hij een grote limiet lopen. Dus we hebben hem in Dokkum overgezet in de grote limiet. En dat won hij eigenlijk direct. En, ja, het is een fantastisch paard. Top inzet. Je ziet nou wel, hij staat mooi. En het is gewoon een karaktervol paard. Paard naar mijn hart. Veel inzet. Ik heb in Ermelo gebleken. Henk Hammers die reed er ook top mee. En mijn zoon kan er mee rijden. Mijn vrouw kan er goed mee rijden. Dus ja, het is eigenlijk een familiepaard. Ideaal. Dus we zijn nu op het trainingsveldje bij mij. Ik heb een speciaal trainingsveldje om te trainen. Want ik ben een man die wil zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijven. Want ik ga niet wat doen wat niet op concours wordt gevraagd. Hetzelfde als je een kind wat leert en je krijgt examen en dan gaat er ergens anders over. Dus je moet zo simpel mogelijk denken, denk ik. Ja. Blijf bij de werkelijkheid. Op concours gaat het ook op gras meestal. Ja. En wij hebben ook een grasbaan. Oké. En wat vind je dan belangrijk in de training? Ja, dat is een mooie last van de stang zijn. Goede wending doorlopen. Niet over de schouder heen vallen. Dat vind ik heel belangrijk, want als jij het rondje steeds kleiner maakt, dan kom je steeds vaker voor de jury langs. Ja. En als je jury mooi lange stuk kan beoordelen, is het ook veel mooier. Kijk, want als je halverwege bij de bocht al door de wending invalt, en dan kom je halverwege al bij de jury voorbij. Dan kom je er heel kort langs en dan kan de jury het ook niet goed beoordelen. Ja. Okay. Dus ik vind het heel belangrijk buitenom rijden, goed door de wendingen heen rijden. En als je dat voor elkaar hebt, ben je heel ver. En dat is niet zo makkelijk. Nou, kampioen jongrijders 2017 gaat even met Hubert sturen. Ik kan ze meteen even laten zien dat het ook echt klopt dat iedereen met Hubert weg kan sturen. Kijk, en dat gaat hartstikke goed. Dit is gaaf, hè, dat wij gewoon met Hubert een stukje mogen rijden. Dat is toch fantastisch. Joelle rijdt nu. Ja. Alan Bettis, je vertelde net dat je ook trainde of getraind hebt bij chef Jansen. Dat is een dressuurman. Hoe komt het dat dan samenkomt? Ja, kijk, dat was in de tijd van Bonfire en ik had Just in Time. En ja, Bonfire sprak me zo aan. Ik denk, dat wil ik ook. Zoveel lichtheid, zoveel gemak dat Ankie de paard rondrijdt. Dat wil ik ook. Dus ik heb chef gebeld. Ik zei elke keer, jongen, ik heb geen tijd. Ik zit in Amerika en ik zit overal. Maar ja, ik ben doorzetter. Dus ik heb gewoon 30 keer gebeld. Totdat hij zei, nou goed, kom nou maar. En toen ben ik er één keer geweest met Just in Time. En dan heb ik er veel opgestoken. En chef die was zo geïnteresseerd, die vond het ook geweldig leuk. En ja, ik denk dat ik er wel 30, 40 keer geweest ben met Jeff Time toen die tijd. En daar heb ik zo gruwelijk veel van geleerd. Controle goed voor elkaar, stelling, buiging. Ja, het management. Wij hadden toen die tijd, schreef ik alles op met Jeff Time, hoe we trainen die dag. Dat heb ik puur van Jeff Time. En dan, kijk, als het goed gaat met training of concours, dan ben je het gauw vergeten wat je die week gedaan hebt. Ja. Maar als het niet goed gaat, dan denk je, wat heb ik toen ook weer gedaan? Wat heb ik anders gedaan? Dus. Okay. Even stoppen, want het is een festival hier. Oh. Dat is druk hier, jongens. Heel druk. Lambertus,
Hoe stel je nou een tuinvaart goed voor? Wat vind je allemaal belangrijk? Ik vind eigenlijk het belangrijkste dat het boel mooi verkorpt is. Het paard mooi groot, mooi schoon tuin erop. De bin mooi wit, mooi opgevormd. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik zal ook vertellen waarom. Kijk, als je paard niet gaat die dag, dat kan gebeuren. Maar je kunt wel zorgen dat je het heel verkorpt hebt. En daar ontbreekt heel erg aan bij heel veel mensen dat het gewoon niet verkorpt is. En als wij onze sport op een hoger plan willen tillen, begint het daarmee. De boel goed verkorpt, de vervoerswagen mooi in de lak. En ja, dat vind ik heel belangrijk. Kijk, wat ik zeg, je hebt het niet altijd in de hand. Je paard kan de vorm van de dag niet hebben. Dat weet je niet als je komt op het vervoer. Ja. Dus, maar je kunt wel zeggen dat het mooi schoon is. Dat is toch mooi om naar te kijken. Ja. Want Bertus, wanneer weet je wanneer je echt een goed tuigpaard hebt? Als die wint. als je het oranje lint dan hebt, dan weet je dat je de goede hebt. Hoe ziet de opleiding van een tuigpaard bij jou eruit? Vanaf een jong paard tot aan het eerste concours? Als ik een jong paard krijg, doe ik hem eerst een bit in de mond, in de stal in. Zodat hij aan het bit leert te wennen. Een beetje suiker in de voerbak, dat hij mooi gaat kouden, of een beetje hooi. En dan doe ik er een tuigje op, licht. Wij zet je eraan, heel licht, dat hij heel los is. En dan doe je de stap om, dat je echt aan het tuig bent. En als het goed gaat, dan zet je die strak in de bijt. En als je dat goed kan, dan gaan we ermee naar de binnenbak. En dan doe ik dan een dubbel longe. Dat je links en rechts kunt sturen. En dat als dat goed gaat, dan doe ik een sleep achter. En als hij daar niet op slaat, of wel geslagen is en niet beslaat, dan gaat ze voor de wagen. En dan leiden we het eigenlijk op meer voor de wagen. Heel stellig, buiging, voortrijden, terugrijden. Heel belangrijk dat ze het goed leren. Nou, dit is de nieuweling van Lambertus dit jaar. Kun je dat over vertellen, Lambertus? Ja, Just Lucky. Ebony Malwaterman, Malmano. Dit wordt een heel aparte, denk ik. Dat wil ik haast wel zeggen. Dit paard is zoveel talent. Alleen ik heb hem nog niet zo ik hem graag hebben wil. Hij is trouwens jarig vandaag, 19 mei. Gefeliciteerd! Dus ja, dit wordt een heel, heel bijzonder paard. Dit wordt een hele grote. Dus ik zal het niet meer zien daar. We wachten af. Nou, dit was vandaag onze vlog bij Lambertus Hukriden. We vonden het in ieder geval super leuk. En we mochten ook allebei met Hubert rijden. Dat is natuurlijk een droom die uitkomt eigenlijk. Dus dan werd ik super bedankt voor deze dag. Graag gedaan. Hartstikke leuk om te zien hoe jij traint. En fijn dat we hier mochten komen. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie de moeite nemen verrijden om helemaal hierin te komen. Super initiatief. En ik hoop dat er veel mensen jullie gaan sponsoren. Wij als Stal Hukriden doen het zeker. Want wij ondersteunen dit heel erg. Doe voor een blauw duimpje omhoog als je dit ook een superleuke video vond.